Hoi, 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 welkom bij vandaag's video. In vandaag's video zijn Wilgenbox. En Wilgenbox heeft officially, heeft officieel de nieuwe update gehad. En dus kijken, hoe moet het, hè? Van dit tijdperk 1. Krapperwari. Tijdperk van hoop. En wat is dit? En, oh, dit is cool. Wat is dit? Is dit zijn de tijden? Oh. Tijdperk van de zon, tijdperk van de duizenden sterren. Oeh, oeh, oeh. We moeten een nieuwe update wachten, eens kijken in. Oh, de mapmaking is ook geüpdate. We moeten in de doos. En oeh. Oeh. Lekker veel detail. Kijk eens, graten. Meer in het midden. Rond de randen, hoge grond, verwijten, creëren. Dus kijken en oh, beton voor die boel. Dus kijken, hoe moet het? Oh, hoe moet het? Ah, een afkomst dat de kamer toch wat is. Wat is dit toch een goede mop van Wilgenbox. Dus kijken later. Oh, dit is een mooie map. Oh, ik ga nu heel veel van de map maken. Heeft hij ook een nieuw biome van mij wel. Dus kijken, performance zaten. Het was zo koud, zelfs in de zon. Oh, gewoon een manier waardoor je de grond kan bevriezen. Een biome hadden we nog al deze. Of niet? Ik heb echt geen flauw idee. Als je de bomen ziet, dan... Oké, kennelijk is het dus een nieuw biome, denk ik. Eens kijken. Is dit nou een nieuw biome? Wacht. Wacht, hier moet ik eens achter zien komen. Oh, ik heb wel een beetje leeg, merk ik nu trouwens. Oh, ja, van mij is de grond oude bij. Oh, en oh, deze map ziet er mooi uit. En oh. Oké, okay, ik denk dat we moet je wat mensen gaan spawnen. Ja, we gaan nu wat mensen spawnen. De teambug man is vrij weinig veranderd. Dus dat we helemaal niks. Oké, okay, weet je wat? Ik denk dat ik hem gewoon op zijn beentjes vier gezet. Kijk, eens hier mogen de mensen. Interessant. Hier mogen de orks. Kijk, helemaal mooi. Hier mogen de dwarfs. Oh, dat zijn coole geluidjes. Oh, dat ziet er mooi uit. En kijk, werkt familie nu ook. Dus kijk, een familie. En oeh, een nieuw ijzer. Als er een wonder in deze wereld zou komen. Kijk, als je goed kan zien van welke familie je bent. Oh, mijn speer. Kijk, een uwozen, kinderen, grondstoffen, loyaliteit, dorpen, uwoes. Dus kijken, wat is dit? Wat voor persoon is dit dan? Is dat onze koning? Wacht, hè? Wacht, ik snap hier helemaal niks van. Dus kijken, uwgroes. Hup. Oh, leger. Interessant, even kijken wat dit is. Dit is nou voor de familie. Even kijken, familie. Clanhoofd, oké. Okay. Dus dit is een clanhoofd. En deze moet dus een sterretje geven. Dus kijken, wacht. Oh, dus ik wacht, hè. Ik snap gewoon dus helemaal niks van, kijk eens. Want deze heeft dus kennelijk niet per se familie. Oh, maar het zijn dus ook nieuwe traits. Dat is ook wel cool. Dus kijken, en oh, hier komt dus ook een kleine kolonie. Oké, okay, interessant. Je kunt de mensen dus ook tot oorlog laten. Gaan eens kijken, wat betekent dit? Luistert iemand dat ze oorlog moeten starten? En wat is dit dan? Graag, laat iedereen vooraf schroeven. Luistert dat ze oorlog moeten stichten. Eens kijken, wat is dit? Oorlogen. Kijken, plannen, samenwerkingen. Interessant dus. Kijk, dit is familie. Clans. Wow, er zijn meerdere clans. Kennelijk zijn er dus heel wat clans. Daarvoor. Kijk, er zijn dus heel veel verschillende clans. Dus kijk, een overlay. Allelantie. Ik heb echt geen koninklijke clan. Dus. Kloon, clan. Klaarlaag. Plannen. Ik wil dus vooral de clanlaag tonen. Kijk eens, clanlaag. Oké, kijk eens. Hier is dus één clan. En. Oké, dat is dus een clan die heeft dus één persoon. En hier is ook één clan van één persoon. Maar wie is dan de baas van deze clan? En oh,
Hoe nieuw het geeft dat dat weer kan s'nachts bij de zien. Kijken, wie is dan de paas van deze clan? Deelnemers, clanhoofd nog nul. Oké, dat is interessant om te kijken. Oké, maar ik denk dat gewoon eventjes al die lands die gaan tonen. Eens kijken, interessant dus. Ja, zo werkt het dus ook. Kijken, wat zullen ze gaan kiezen? Tijdperk van maan, tijdperk van wanhoop, tijdperk van as. Want dit erbij is gevoel, liefde. Tijdperk van hoop, tijdperk van wonderen, dit tijdperk. Ja. Tijdperk van hoop, tijdperk van zon, tijdperk van wonderen. Ja. Eens kijken. Oeh, de nieuwe tijdperk van de wonderen. Oké. Hoe, wat moet dit? Tijdperk van de wonderen. Oh, kijk eens. Oh, alles is wonderlijk. Oh, dit ziet er mooi uit. Oeh, dit mag ik wel. Dit mag ik, zie je veel. Kijk, er zijn nu ook andere nieuwe dingen bijgekomen. En wat is dat dan weer? Ik heb nu al geen flauw idee wat het is. Wat is dat? Ik heb echt... Ik weet nu gewoon niet wat het is. Ik heb echt zo'n flauw idee wat het is. Huh? Ach ja, het zou wel... Ik wil zo wat oorlog zien volgen. Het zou me wel leuk lijken. Ik denk dat ik moet je pauze zetten en zien. Er is een zeer grote orkenclan dus hier. Kom eens kijken. De orkenclan dus heeft die drie deelnemers. Dit is kijken. Loyaliteit. Dit. Ervaring ongedaan. Oké, dus dit zijn de clanhoofden. En dat zijn dus deelnemers. Koninkrijk. Opgerichte. Thuis komt er. Top. Boys. Eens kijken. Oké, steephopen. Oké, het is interessant. Er zijn dus verschillende soorten clans. En die kunnen elkaar dus ook oorlog verklaren. Dus als bijvoorbeeld wat gaat doen. Wat nou? Wat gebeurt nou dus? Inspiratie. En oké, hun kunnen dus ook in rebel komen. Hun kunnen dus ook rebellen gaan. Wachten. En eens kijken. En oh, hier gaat dus een leger van vandaag heen. Dat is ook wel interessant. Oké, dus zo vandaar, ja. En die clan is ondertussen 7 mensen. Deze clan, die staat behoorlijk veel voor. Oké, die clan, die kan dus... Oh, dat is een eigen soort. Of niet? Koninklijke stappen. Dan cultuur. Dan top. Dan koninklijkheid. Eens kijken, dus vandaar. Ja. Ja, oké. Dus ik ben er benieuwd naar. Zijn er nou ook meer cultuurlevels? En meer nieuwe huizen degelijk en... Oeh, gezegend door de maan. Dus kijk, en welke nieuwe traits zijn er allemaal? Deze is dus een nieuwe... Dit is een wezen met het eigenschap. Immorto, geest, gemix. Speciaal, niet aanraken. Wonderkindje. Oh, dat is die poot. Oké, daar is dus helemaal niks bijzonders mee. Met die poting. Oké, dat is dus ook mooi om te weten. Ik denk dat er genoeg... Ja... Ik denk dat er ondertussen genoeg jaren in plaats voor bij gaan is. Ik denk dat het tijd is voor een ander dingetje. Ik denk dat we zo fast baby's gaan aanzetten. En fast baby's om een beetje fast keeltjes, fast city zone groot. Oké, kijk eens. Zo doen we dat eventjes. Zo gaat het wat sneller. En oké, deze clan die is dus aan het vechten. Deze clan die probeert die andere clan over te nemen. En er is een clan attack! De ene clan doet een attack op de andere clan. En als ze nou bijvoorbeeld als je goud zijn. Wacht eens kijken. Wat zie ik dan? Oké, coalitie. Oké, die zie je dus wie met wie samenwerkt. Dus, eens kijken. Ja. Ik kon toch ook dingen plaatsen waarmee ik legers kon besturen, toch? Oorlogen, insane construction, deelnemers. Oeh, dus oké, dat zijn dus de deelnemers. Oeh, dat is dus interessant. Doden. Insane construction. Oorlogsplan, toen lijst me lopen de plan, 6 samenwerkingen. Zo, ja. Die familie snap ik eigenlijk echt helemaal niks van. Dus ja, ik denk nog dat we nog een beetje gaan wachten. En daarna gaan we weer een keer een nieuw. Ik denk dat het tijd is voor wat anders. Ik denk dat het een beetje tijd is voor een klein huidig tijdperk. Tijdperk van ijs, tijdperk van as. Tijdperk van wanhoop, tijdperk. Dit was een duizendis. Ik denk dat het tijdperk voor chaos. Ik denk dat ik wel zin in een tijdperk van chaos je hebt. Tijdperk van chaos.
Nee, tijdperk van hoop. Dat lijkt mij het leukste. Tijdperk van chaos. Oké. Kijk eens. Dit is nu het, zeg maar, officieel. Het tijdperk ter chaos is dus officieel uitgebroken. Oké, dit ziet er dus interessant uit. Dus kijk, want ik denk dat ik hem dus op 4 keer speed ga zetten. Om het toch een beetje, ja, lopend houden, maar ook niet te snel. En oké, hier komen. En oh, die orken zijn groot. Oh, niet te beschrijven hoe groot die dingen wel niet zijn. Oké. Oeh, heel het leger gaat dus kapot. Dat is dus zo interessant. Oké, eens kijken. Ik wil dus, oké, jongens, kijken. Ik kan dus ook, ik wil dus wel meer achter dit komen. Ik snap hier dus zeer weinig van. Wit goed, die brengt ervaring opgedaan. Loyaliteit. Dode clanleden, clanlezen, clan level. Leeftijd. Oprichter Sotra. Eens kijken. Sotra is dus pak. Nee, persoonlijkheid normaal. Invloed. Persoonlijkheid 7. Macht. Invloed 608. Huis. Ogri. Kijk, wonderkind. Oké. Ik denk dat ik hem iets immortal ga geven. Dat is denk ik wel handig. En trommels in mijn post. Oké, dat is denk ik wel cool. Maar ik wil me die morgen geven, want ik vind deze heel interessant hoor. Dus kijken. Hoe, ik kon dus ook zien toch hoe. Nog een paar andere dingetjes. Dus kijken. Loyaliteit. Loyaliteit. Dus kijken. Hoe kan ik zien hoe loyaal het koninkrijk is? Loyaal. Wacht, nu kijken. Wacht. Daar moet toch. Ik snap eerlijk gezegd ook wel. Vrij en vrij weinig van. Maar goed, het is op zich wel grappig. Eens kijken. Ik moet er zoetjes weer hoe heet het hebben. Waar kan ik nog zien? Ja, de tijdperk van chaos doet vrij weinig, of wel? De tijdperk van chaos doet helemaal niks. Nee. Ik denk dat ik het afkamer gewoon beter moet zien. Oh, die mijn ziet er cool uit. Dat is me nu pas opgevallen. En, oh, er komt vuur. Oh, dat vind ik wel mooi. Interessant dus. Ik ben een beetje lek. Eens kijken. Ik denk dat het dan dus nog tijd is voor. Eens kijken. Don't torpen. Nou, het is natuurlijk maar één torp. Ik had zojuist. Hoe heet dat te pakken? Eens kijken. Loyaliteit. Loyaal. De rebellions en zo. Waar kan ik dat nou weer zien? Oké, er zijn dus vrij weinig dorpen. Ja, niemand heeft een 10 gemaakt. Hoe heet dat? Een dorp. Ze hebben alleen nog allemaal hoofdsteden. Dat vind ik wel jammer. Oké, ik denk dat het dus een tijd is voor een andere tijdperk. Ik denk dat het een tijdperk is voor de tijdperk As. Tijdperk van Wanhoop. Tijdperk van Hoop. Tijdperk van Zon. Ja. Tijdperk van Nacht. Oeh. Wat is dat nou Nacht? En oh ja, ik wil jou hebben, trade. En oh, geef licht in het donker, het is een boot. Ja, die heb ik dus niet te pakken, dat is mooi. Oeh, het is overal nacht. Oeh, dat vind ik wel leuk. Dat vind ik zeer leuk dat die nacht er gaat. Oeh, dit is zo cool. Want het huis is gesloopt. Ik snap nog steeds vrij weinig van oorlogs. Daar snap ik dus helemaal nog steeds niks van. Want dit is een beetje verwarrend. Ik vind eigenlijk dat Wurgbox niet meer echt groot op deze manier. Nou ja, een Wurgbox die mag voor mij nog wel heel veel creatures hebben. Nee, van zulke monsters en dergelijke. Maar ik vind dat Wurgbox niet meer heel veel. Nee, ik wil nog niet zeuren. Ja, ik vind dat Wurgbox niet meer te veel van zulke knopjes moet toevoegen. Want eigenlijk, als je voor het eerst hier ooit speelt, dan zie je clans. Dan zie je dit en dan zie je dit. En dan zie je ook dingen zoals dat. Waarvan ik echt een flauw idee heb wat het is. Wat is er met jou aan de hand? En waar komt die knop vandaan? Er zijn twee knoppen. Die knoppen moeten toch wel wat te betekenen hebben. Wacht, ik denk dat ik als ik mijn plan ga kijken. Laat ik dan wat kan vinden. Oh, ze hebben een meeting. Oh, ik denk dat het is. Nou, ze hebben een ontmoeting. Dat is wel interessant. Oké,
een alliantie aan het plannen. Deelnemers en oh, dat is interessant. Oh, dat is heel leuk. Oh, ze kunnen dus een alliantie gaan planten. Oké, dat is dus ook interessant. Poepoe. Wauw. Ze zijn van plan een alliantie te gaan doen. Nou, deze zijn te lood. Deze die doen niet mee aan een alliantie. En laat maar, die doen wel mee aan een alliantie. Ik had eventjes gedacht een chaos in wachten, maar helaas niet. Clan. Weet je wat, ik denk om dus een tijd ik wil een rebellion. Hoe kan ik rebellion krijgen? Clans. Koninkrijk. Er zijn nog vrij weinig clans. Nee, ja, niet zo verspreid op zich. Ja, even kijken. Ik wil dus een rebel ding hebben. Eens kijken, wat doet die koning wel niet allemaal? Rieders. Oké, gelukkig. Snak het dan macht. Oké, dus dat is ook interessant. Eens kijken. Wacht, hè. Dorpen. En oh, hier kan ik het zien. Hier kan ik dus die loyaliteit zien. Ik zat de hele tijd te zoeken. Zijn er ook nieuwe bobben? Oh, dit is jammer. En ze hebben een nieuwe alliantie. Oude United is opgericht. Dus kijk, een alliantie is... Een alliantie aan het plannen. Hallo, is een nieuwe alliantie... Restarten begonnen bij... Dus kijk, een alliantie is... Oorlogen. En kijk dan. Dit is een nieuwe alliantie. Opgericht. Zijn ze nog steeds bezig? Of... Ik snap hier dus helemaal niks van. Een alliantie aan het plannen. Nou ja, leuk voor jou. Maar wat kan je dan ermee? Kijk, of je geeft Jammers een eenheden. Ik had echt gedacht dat er geweer werd toegevoegd. Maar dat zou niet zo horrorboxachtig zijn. Dus kijk, hier is dus ook een groot machtig leger. Dus kijk, er zijn er ook dingen waardoor ik oorlog kan laten voeren. Dan heb je geluisterd iemand dat ze een oorlog moeten starten. Oh ja, dus kijk, wie zou ik er gaan verluisteren? Zeg, is nu een doelwit om aan te vallen. Geverluister is nu een doelwit om aan te vallen. Geverluister. Geen ingeselecteerd. Geen. Oh, dat is interessant. Je kan gewoon zomaar oorlog laten verklaren. Beste mensen! Oh, tot de staat, ze moeten oorlog gaan verklaren. Maar hun hebben een alliantie. Dus ik weet niet of het wel goed gaat komen. Nee, dit gaat niet goed komen. Want hun hebben een alliantie met veel meer landen. Dus daar gaat tegen niet goed komen. Dus kijken, zijn die rood nou ook in oorlog? Dus kijken. Oké, maar we hadden nog een alliantie. En oh, wat doet die nou weer? Hebben die nou ook een oorlog met die roten? Oh, dit is interessant zeg. Door die alliantie hebben hun automatisch... Toen ze met oorlog met die verkraten, ook oorlog met hun. Oké, hun twee zijn dus in alliantie. En oh, dus dit is dus alliantiebeurten. Alliantielaag. Dus oké, dat zijn dus allianties. Oh, United. Oké, eens kijken. Top Boys zitten erin. En ook Rocky Atrio. Dus Rocky Atrio en Top Boys. En Rocky Atrio en Top Boys. Oké, Rocky Atrio. Rocky. Oké. Oeh. Oké. Waarschijnlijk wordt heel die Groenland vernietigd. Ja. Oké. Dus dat zijn dus die alliantiedingen. Waar ik het dus al eerder met jullie over had. Our United. Dus Our United is... Wat is Our United allemaal? Our United. Wie zit dat dus allemaal in? Alliantielaag. Our United. En dit is de hoofdstad van Our United.
En Oranjeland zit erin en die. Dus die zit erin en die andere zit ook in een alliantie. En eens kijken, die zit denk ik ook nog in een alliantie. Ja, want dit is samen één groot gebied. Nou ja, Green Oor. Wat is dit dan weer? Die roze. Daar loopt een van de roze koning uit. Van wie is dat land nou weer? Oké, dus dat is dus een orkland. Nee, het dwarsland. Oké. Dus zo werkt het. Oké, maar ik denk gewoon zo dat dit einde video is. Want ik denk dat ik ondertussen alles heb gedaan wat ik zou kunnen. Ik heb nu wat bekeken. Een zeer leuke update als je mij vraagt. Een zeer leuke update. Dat vind ik persoonlijk. Ik denk dat ik gewoon daar te groot heb gemaakt. Maar ik denk dat dit einde video is. Dus like hem neer als je dat wil. En we zien je weer de volgende keer. En ja, dit is een hele leuke weer. Dit is een hele leuke update, vind ik persoonlijk. Maar ik vind dit is echt. Ik vind deze wereld dus heel moeilijk. Dus op dit moment, ik snap nog helemaal niks van mijn design video. Dus like hem neer. En we zien je weer de volgende keer. Doei!